Count on Coin. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom terug bij een nieuwe video van Banjo Town am Keulen. We zijn er nog steeds hoor, jazeker. Dit is de tweede dag dat we in Keulen daadwerkelijk ook zijn. En vandaag gaan we weer naar de Gamescom natuurlijk. En vandaag gaan we filmen. Het is ook wel belangrijk. We hebben namelijk gevlogd de afgelopen tijd. Maar het is ook wel even tijd dat we wat interviews gaan doen en dat soort dingen. Dus die zullen jullie waarschijnlijk iets laten zien aan deze vlogs. Maar goed, we zijn dus net wakker. Ilko is even aan het douchen. Of Jordi en Rick wakker zijn, dat is nog de vraag. Ik hoop echt daadwerkelijk dat ze uitgeslapen zijn, want ze waren pittig moe de afgelopen tijd. Jullie hebben het wel gezien in de vlogs. Ze vielen vaak in slaap. Dus ik hoop dat ze nu een beetje uitgeslapen zijn. We gaan zo kijken. Hun deur is open waarschijnlijk, want je moet hem echt op slot doen. Dus ik kan zo dan even binnenlopen als ze dan niet wakker zijn. Kunnen ze even misschien een beetje pranken. Maar dat gaan we zo zien. Ik heb in ieder geval best lekker geslapen. En ik heb wel zin om vandaag naar de Gamescom te gaan. Maar ik heb ook een beetje honger. Dus we moeten ook nog even eten gaan fixen ergens. Dus laten we gaan. Jongens, we gaan even kijken of Rick en Jordi wakker zijn. Het is wel vroeg, dus we kunnen niet te veel lawaai maken. Maar als het goed staat een deur open, dus laten we checken of ze wakker zijn. Wij slapen dus helemaal daarachter. Zij slapen hier zo. Alleen die deuren gaan dus niet dicht. Dus die moeten ze op slot doen. Dus wel zes nachten toch? Hm. Gaan kijken of ze wakker zijn? Ik denk het niet eigenlijk. Hallo. Die pekkers liggen gewoon om te slapen. Jullie al een uur wakker moeten zijn. Ja, hij heeft de hele tijd die wekker af laten gaan, maar hij stapt er niet uit, dus ik denk dat ik er ook niet uit. Hey. Kijk eens, we moeten toch zo weg, man. Godverdomme. Hadden nu op Gamescom moeten zijn. Ja, jullie doen er ook lekker lang over, jongens. Misschien een half uur te lang, hè? Mag worden. Nee, maar die gaat toch echt. Ik zei het jullie, dat ze nog fucking aan het slapen waren. Nou ja. Ik slaap helemaal niet, wat wil je? We gaan snel. Dromen. We gaan maar snel even onze shit doen en dan gaan we zo op weg. We zitten in de auto. En we zitten gaan in rijden. De auto. En we gaan op de auto. We zitten in de auto. Auto. Naar Gamescom dag 2. Ja! We zijn er bijna. Ja, het is nog rustig hier. Ik weet niet, voor mij is de Gamescom dicht of zo. Want je kan nu gewoon. Oké, het staat helemaal vol met auto's. Ik neem dat terug. Sukkel. Sukkel. Hey faggots, we zijn weer aan het vloggen. Dat is ook een manier om dingen te beginnen. We zijn aangekomen en we hebben best wel een verre parkeerplek. Maar we hebben tenminste een parkeerplek. Het ging best wel snel eigenlijk. We gaan even lopen. Ilko is ook aan het vloggen hiernaast. Hey, iemand kijkt me. Hij sloeg bijna die camera tegen mijn gezicht aan. Oh, super chill. Yeah. We gaan even lopen en als het goed is, is het niet heel ver. Dus dan zijn we er zo. Wat de fuck doen jullie? Dat weet ik ook niet. Jij bent aan het filmen. Nou, we hebben zojuist gegeten en een lekkere hamburger. Deze man heeft het zelfs lopen filmen. Terwijl ik aan het eten was. Ja, een hele goede hamburger. Hele mooie video. Wordt ook een hele mooie video. Ja, top kwaliteit en entertainment video. Top video. Echt. Ik voel me echt wel gemakkelijk hierbij ook. Hoezo? Omdat er werd gefilmd terwijl je aan het eten was? Ja, dat weet ik niet gewend. Heb jij nooit camera's op je neus staan? Wat zijn camera's? En we gaan deze zo meteen bij Ubisoft naar binnen gaan en wat games te spelen. Games. Ja. Nou, we zijn dus aangekomen bij de Ubisoft tent en als de camera dan even snel een klein rondje wil gaan doen, dan kan je zien. Dat het hier eigenlijk best wel druk is en dat er best wel veel games van Ubisoft dit jaar uitkomen en dat een lijst van mensen ook interesse daarin hebben. Dat zijn niet de enige. Nee, niet de enige. Rick, het is hier ook niet de enige. Nee, zeker niet. En jij wil gaan zien zometeen? Ik denk Assassin's Creed. Ik wil Far Cry 4. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk wel een beetje logisch. Nou mensen, we zijn net bij Ubisoft achter geweest. We hebben wat games gecheckt. Wat game heb jij gecheckt? Far Cry 4. 40 minuten gespeeld en ik ben vet trots. Heb jij hem al gespeeld, kijker? Nee, ik wel. Ik ben beter. En daar komt een review van. Daar komt een echte review van. Er komt van Assassin's Creed Rogue, ook nog een review, die hebben Jordi en Nick gecheckt. Daar ben ik minder blij mee. Zie allemaal straks al. Wat we nu gaan doen, is meer game publishers vallen en zeggen, hé, laten we willen gratis spullen. We willen gewoon die game publishers, we hebben geen afspraken gemaakt, we gaan nu gewoon langs en we gaan zeggen van, yo. Ik wil gratis spullen. Come on. Nee, gratis spullen kijken. Ik wil gratis spullen. Wij willen gewoon die game. Jordi is zo'n gretige Hollander, het is echt heel erg. Heel kan, wacht de camera. Heel kan. Heel kan, stik.
dit wordt nu het woord. Eelco stinkt. Kom. Wow, wat zijn wij succesvol. 2 stands afgegaan, 3 games die we nu mogen checken. Heel agendaatje vol met afspraken van, oh Rick, speel mijn game alsjeblieft. Banjo Town, we willen jullie bij onze game. Kom zitten. Nou, we hebben redelijk wat afspraken gemaakt met gamebedrijven, zodat we de games kunnen checken. Jij had afspraak met Mortal Kombat nu als Ja, ik kom Mortal Kombat 2014 bij Warner Bros. En ik ga naar Lego. We hebben Dead Island 2. Ja, Dead Island 2 hopelijk spelen, ja. Een game toe ergens bij Microsoft. Morgen, ja. En dan hebben we ook nog allemaal andere dingen. Maar ja, weet je, dat komt later wel. We gaan nu eerst even eten en wachten tot Ilke klaar is en dan... gaan we er vandoor. Beste kindertjes, ik wil jullie vandaag een mooi emotioneel verhaal vertellen. Een zekere man die een zekere YouTube-gathering organiseert, is ooit met een broekie aan door deze fontein gelopen om bovenop te klimmen en te plassen. En daar zijn wij van bij jou dan erg trots op. Hey, ik ben Rick en ik maak YouTube-video's en ik ben aan het eten. En hij is bekend. Oh nee, jongens. Geen paparazzi, geen paparazzi. Het is kwebbelkop, oh echt! Oh, is het kwebbel? Dat wist ik helemaal niet, joh. Dankjewel. Post in de comments. OMG, het is kwebbel. En Jordi is een beetje moe. En dat vind ik echt top. Nee, ik ben niet moe. Nee, ik ben niet moe. Yo, wat up, gasten. En welkom bij een nieuwe vlog. Nee, we hebben net gegeten met de gasten van Age of Gaming. Met onder andere kwebbelkop, die hebben we waarschijnlijk al gezien. Met GTA 5. Ja. Is kwebbelkop. Oh my god, dat kijkt nu ook waarschijnlijk, hè. Ik zet ook gewoon nu kwebbelkop in de titel, zodat dit gaat kijken. Hoi Jordi, hoe is het Jordi? Hey, het is goed. Ja, hallo. Nog een neuk Jordi. Ja. Nou ja, we gaan nu teruglopen naar de... Nee, Jordi, ga eens weg. Wat? Ja, maar zo, waarom moet ik nou hier nog weer? We gaan eens teruglopen naar de auto en dan gaan we terug naar het hotel. We hebben geen boodschappen gedaan, dus we moeten nog boodschappen doen, want het is zo duur op Gamescom. Ik ga mijn video's editen en hun gaan waarschijnlijk niks doen. Pappen ofzo. Ja, dus mensen. En de camera zit hier niet gestopt. Chill. Dit was de video voor deze keer. Het was dag 2 in Gamescom. We zijn vooral bezig geweest met contacten leggen bij vooral veel uitgevers. En dat betekent dat we dus iets minder video's geschoten hebben, dus iets minder konden vloggen. En hoi Rick. Hij fucking dat was best wel vet. Ik ben naakt. We gaan... Jordi is naakt, hierachter. Hi Jordi. We gaan de video voor deze keer afsluiten, jongens. Ik vond het leuk dat jullie gekeken hebben. Laat een groen duimpje achter voor de likes. En laat eventjes weten wat jij ervan vond. Vergeet niet te abonneren. Ga eens met je voet. En klik hiernaast of daarnaast voor de video van vorige keer. Klik er even op en dan kan je het zien. En dan kan je alle video's zien. Superleuk, oké. Okay. Wij gaan zo slapen met z'n allen. Maar eerst gaan we even drinken. Dus ik zeg... Hatters. En hun zeggen... Doei of zo. Kees heeft condooms.